Welkom allemaal weer bij een volgende training. Vandaag gaan we extreme core doen. Je stelt de klok in op 30 seconden werken en 15 seconden rust. Dat gaan we 3 keer achter elkaar doen. Ik doe het nu voor jullie voor in 15 seconden en heb ik even 10 seconden rust. In die 10 seconden ga ik jullie de volgende oefening vertellen. En ja, that's it. Dus we kunnen eigenlijk lekker beginnen. Ik wens jullie heel veel succes. De eerste oefening, bicycle crunch. Die ga ik nu 15 seconden doen. En dan heb ik 10 seconden rust waarin ik jullie dus de volgende oefening uitleg. Yes, 3, 2, 1, let's go. Bicycle crunch. Handen in je nek. En dan linkerknie, rechter elleboog. Linker elleboog, rechterknie. Om en om. That's it. Volgende oefening. Up and down plank. Je staat in een plank. En dan gaan we door naar de handen. En weer terug. Oefening nummer 3. Scissor kick. Je gaat liggen, schouders en hoofd van de grond. Ik heb het liefst mijn armen onder mijn wil, mijn handen onder mijn wil. En dan ga je voeten kruisen. We gaan van laag naar hoog. En weer omlaag. Zoals ik al zei, schouders en hoofd van de grond. Yes. Oefening 4. Achtjes. We gaan de achtjes liggen doen. Handen plat op de grond achter je. En dan maak je een achtje. Een liggende achtje, sorry. Een liggende achtje. Omlaag, een rondje, weer omlaag. Of een oneindiging steken, zou ik hetzelfde. Yes. Oefening nummer 5, face sit. Eventjes chill, even rustig. Ja, we gaan rusten. Je maakt een V van jezelf. Als je vandaar kijkt, ziet het eruit alsof dit een V is. Misschien de benen iets... Ja, de benen kunnen niet echt heel ver naar boven, maar niet uit. Dit is gewoon voldoende. Hou hem zo vast. 30 seconden lang. 3 keer 30. Yes. Oefening nummer 6. De penguin. Een van mijn favorieten. Voeten plat op de grond. En dan gaan we rechts, links hakken. Schouders en hoofd weer van de grond. Zet je hakken een beetje ver. Maak het uitdagend voor jezelf. En dan gaan we rechts, links, rechts, links. Oefening nummer 7, leg raises. Ik heb bij deze oefening weer het liefst mijn handen onder mijn bil. En dan gaan de benen 90 graden omhoog en weer omlaag. Van de grond. Benen gestrekt, voeten van de grond. 90 graden omhoog en weer omlaag. Oefening nummer 8, de jackknife. Armen en benen gestrekt van de grond. En wanneer het klokje afgaat, dan proberen we bij elkaar te komen. Eén laatste oefening, rolls in. Weer handen onder mijn wil. Je rolt je knieën naar je borst. Je gaat met je heup en een klein beetje met je rug van de grond af. En dan benen weer strekken. De laatste oefening voor vandaag. Plank jack. We staan in de plank en dan gaan we naar buiten en naar binnen met de benen. Met de voeten. Holle schouders, rug en bil recht. That's it. Dat was de training voor vandaag. Dit was natuurlijk 15 seconden. Jullie doen het thuis 30 seconden lang. Met daartussen 15 seconden rust. Na dit rondje... moeten jullie waarschijnlijk al
moe genoeg zijn. Als je voor de echte strijders, kan je nog een tweede ronde erbij pakken als je dat wil. Ik wens jullie heel veel succes.